jongens, leuk dat jullie kijken naar de vierde vlog van Vlogmas. Het is eigenlijk alweer middag. Ik heb mijn ochtend niet gevlogd, want ik heb eigenlijk een beetje zakelijke dingetjes gedaan. Behind the scenes van de Hoefwijzer. En ik heb ook mijn fanmail op de post gedaan en ik ben even langs de bank geweest. Gewoon een beetje, ja, wat saaie dingen. Dat is niet zo leuk om te vloggen. En eigenlijk ga ik zo meteen weer iets heel oninteressants doen voor jullie dan. En ik heb er ook echt geen zin in. Ik ga weer sporten! Yay! Ja, ik ga zo meteen weer sporten en het ligt eraan hoe druk het is of ik dan iets ga filmen, want... ja, ik ga niet filmen als het druk is. In ieder geval ga ik wel gewoon echt goed sporten. I need it. Mijn kat die verdwijnt opeens in mijn kast. Wacht, ik zal het laten zien. Kom. Oh, dat is wel echt heel schattig. Hey Meer. Net heb ik even een paar foto's gemaakt voor de winactie van Horse Gloss. En dat heb ik natuurlijk even gedaan met mijn hele goede camera. Want mijn eigen mobiel wilde ik wel gebruiken. Maar ja, die moest ik er even bij leggen. Want dat vond ik iets mooier staan. Ik kom net thuis en ja, ik was eigenlijk heel moe en chagrijnig. Maar ik ben nu weer blij, want ik heb een pakketje binnengekregen van BR. En ik ga hem nu met jullie openmaken. Oké, nou, gaan we hem openmaken. Ze hebben hem weer heel goed dichtgemaakt, zoals je kunt zien. En hij is ook best groot. Zo. Oh, hier moet ik hem weer. Ja. Oeh. Oh. Zo. Wauw, mooie kleur. Oh, het is een jas. Oh, kijk hoe mooi. Ik weet niet of je het goed kan zien, maar kijk. Ik ga hem gelijk maar even passen, denk ik. Ik ga even in de spiegel kijken. Ik vind de kleur me al wel echt staan. Want dit licht is niet zo goed. Zo, ja. Ik vind de kleur wel echt goed bij me staan. Maar ik ga even in de spiegel kijken. Ik heb hem gewoon even over mijn sportkleding heen gedaan. De lengte is in ieder geval goed. En hier is hij ook wel goed. En normaal moet je gewoon een trui onderaan doen natuurlijk. Ik ben er echt heel erg blij mee. Ik vind hem echt heel leuk. Ik heb de capuchon er even afgehaald. Want ik wil even kijken hoe dat eruit ziet. En ja, ik ben echt heel blij mee. Ik heb mijn helm nog op, want ik ben echt net aangekomen op stal. En eigenlijk wilde ik heel graag nog even een paar foto's maken. Maar ik ben bang dat dat niet gaat lukken, want de zon gaat al weg. Dus ik moet even opschieten. Ik wilde net dus foto's gaan maken van Noora, alleen ik wilde het wel zonder tuig. En de zon was al bijna onder en ik wilde het op een bepaalde plek doen, want daar was het beste het licht nog. Alleen het was wel zeg maar een openbare weg waar gewoon auto's kunnen komen. En ik heb daar Noora dus even helemaal losgezet en Noora kan ik vertrouwen. Maar ik dacht van, oh Fenne, waar ben ik nou mee bezig? Laat ik hier maar mee stoppen. En heel toevallig kwam toen een vriendin langs. Echt te toevallig gewoon. En zij heeft een paar foto's gemaakt. Echt best wel leuke foto's zitten ertussen. En het licht was ook heel erg mooi. En ik ga nu Noora's stal even uitmesten. Noora staat nu even in een lege stal. En dan ja, ga ik die nou even uitmesten. Noora staat nu even in deze stal. Hey Noortje, hou je me een beetje schoon alsjeblieft. En dan ga ik nu Noora's stal schoonmaken. Ik ga eigenlijk alleen de drolletjes eruit halen. Want ik heb gisteren dus de grote ja, schoonmaak al gedaan. En ze heeft eigenlijk al eten gehad. En daaronder ligt haar poep. Echt zo onhandig, maar ja, dat moet ik ook allemaal maar even weghalen. Nou, de stal ziet er gewoon weer als nieuw uit. Zo goed heb ik het uitgemest. Ja, ik word hier nog eens goed in. Nou, ik ga in ieder geval de mest even naar de mesthoop brengen. En ja, Noora weer terugzetten in haar stal. Dan ga ik Noora maar eens uit deze stal halen. Hey! Uw stal is deze kant op. Komt u maar hier naartoe. Zo, even je halster af. En daar gaat u. En Noora staat weer in de stal. Hier ligt het eten, Noora. Kom maar. Ja, lekker. Dit zijn trouwens de foto's. Kom even. Kijk, oh ja, hier op camera lijkt het veel mooier dan in het echt. Maar misschien als ik er thuis een filter overheen doe, dat het echt zo mooi is als... nou, mijn vlogcamera. Deze ook mooi. Deze ook. En deze. En die. En die. En die. En die. Oh, en deze vind ik echt het leukst. Deze is zo schattig. Kijk hoe lief. Oh, en deze. Oh, deze is ook leuk. Jongens,
Ik ben gewoon vergeten een opdracht te doen. En ja, op zich, ik kan nu nog wel een opdracht doen. Maar de meeste opdrachten wil ik graag zeg maar op stal doen. Maar ben ik vergeten. En volgens mij had iemand ingestuurd dat ik een handstand tegen de staldeur moest doen. Nou ja, we hebben hier ook gewoon normale deuren. Dus dat zou ik gewoon ook hier kunnen doen. Geen staldeuren, maar wel normale deuren. Maar ik kan niet in mijn eentje een handstand. Dus ik ga heel even naar mijn zus toe kijken of ze me wilt helpen. Jongens, ik heb de opdracht gedaan en wat eigenlijk een beetje het stomme was, is dat ik al de handstand tegen de deur had gedaan en dat dit eigenlijk de tweede keer was. Want bij de eerste keer had mijn camera het niet opgenomen. Maar dat vind ik ook helemaal niet erg, want ik had bij de eerste keer dat ik zo hard de slappe lach had, dat was echt niet normaal. Dus ja, maar goed dat we het nog een keertje hadden gedaan. Alleen dat kwam wel heel hard tegen mijn hoofd aan. Ik ga nu even nog de vlog van gisteren editen en daarna ga ik alweer naar bed toe. Vergeet niet om naar de vlog van morgen te kijken en vergeet daarnaast natuurlijk ook geen duimpje omhoog te doen. En te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En ja, dan tot morgen. Doei doei!